vrijdag. En het is nog best wel een beetje vroeg. Want wij gaan zo meteen naar de markt. En als het een nieuwe video is, leuk dat je kijkt. Heel veel kijkplezier met deze video. Wij gaan dus zo meteen naar de markt. En we willen daar gewoon een beetje op tijd zijn. Omdat het anders en heel warm is en heel druk. En we weten dat er heel weinig parkeerplekken zijn. Dus daarom. Ik ben alleen een beetje aan het twijfelen wat ik aan wil. Ik dacht of dit jurkje of een ander setje. Die ga ik ook eventjes aandoen. Maar deze is wel heel leuk. Of ik heb dit outfitje. Deze vind ik dus ook wel echt heel erg leuk. Misschien ook even wat anders dan een jurkje. Alleen ik vind het topje dus niet heel mooi zitten. Maar het rokje zit wel echt heel erg leuk. Dus misschien doe ik wel deze. En er is dus één keer in de week een markt. En daar gaan we dus naartoe. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Ik kijk heel even, want dit zit een beetje los. Nou, het wordt toch even dit witte topje. En dan met het rokje eronder. Want ik vond met het gele topje net niet zo heel leuk staan. Het was er eigenlijk wel voor bedoeld. Maar ja, maakt niet uit. En ik ga nu eventjes snel mijn spulletjes pakken en mijn sieraden omdoen. En dan gaan we naar de markt. Ik ben dus best wel een beetje moe of zo. Maar ja, en ik heb dus ook nog deze ketting. Misschien doe ik die wel aan. Of is het te heftig? Ik ga even kijken. Nou, wij zitten in de auto onderweg naar de markt. We zijn echt heel erg benieuwd. Want blijkbaar is het heel leuk. Maar ik vind sowieso naar de markt gaan echt heel erg leuk. We zijn dus best wel vroeg, want om 8 uur tot 2 uur elke vrijdag is de markt. En we komen om 8:45 aan. Maar we waren heel bang dat we anders geen parkeerplek hadden. En dan gaan we daarna gelijk daar ook op het strand liggen. Dus we hebben ook ons strandkleding mee. En we zijn er nu bijna een week. Morgen ja. Zijn we hier een week. Zo is de tijd vlug voorbij natuurlijk. Snel hè? Ja, echt heel erg. Echt heel snel. Nou, vertel even wat je tot nu toe het leukste strand vond. Sowieso Afi de Mar. Ja. De, hoe heet het nou? Amadores strand. Ik ook. Amadores en Afi de Mar. Maar ik vond die van Maspalomas ook wel leuk. Ja? Ja. Ik niet zo. Waarom niet? Nou, ik vond dan gewoon die zee niet zo heel chill. Nee, het was heel breed. Het was wel breed. Heel breed strand, waardoor je heel ver van het water ligt. Oh zo, nee, het was omdat... maar ja, het vloeide in de middag wat later. We kwamen gewoon eigenlijk veel te vroeg. Ja, oké. Okay. Vandaar dat we ook nog die stenen hadden, zeg maar. Ja. Want toen de water had gevloeid, dat was perfect. En welk restaurant vond je tot nu toe het lekkerst? Hoe heet die nou? Die van in Maar. Café del Mar? Café del Mar. Het leukst, of ook het lekkerst? Dat was het leukst. Het leukst. Het lekkerst. Bij Café del Mar heb je dus elke avond van die shows. Alsnog vind ik wel de eten van Café del Mar toch wel niet zo lekker. Nee, het eten was niet heel lekker, maar misschien hebben we ook wat verkeerd gekozen. Dat zou kunnen, maar het was niet intiem. Zijn we wat ik bedoel? Nee, zeker niet. Ik vond het eten van bijvoorbeeld Lidl Brazil. Ja. Gisteren vond ik heel erg lekker. Ja, het eten van Lidl Brazil was heel lekker. De paella van Gran Canaria? Gran Canaria? Oh, die Little Canary of zo? Gran Canaria was het toch? Oh, Gran Canary. Toch? Ja. Gran Canary was wel heel lekker ook. Ja, was ook heel lekker. En als ik heel eerlijk mag zijn. Die pizza was ook heel lekker. De pizza was echt heel erg lekker. Ja. Gewoon echt ongekend. Ja, was echt heel lekker. Van Gran Italia toch? Ja, Gran Italia. Dus we hebben eigenlijk heel lekker gegeten overal. Wij zijn aangekomen bij de markt. Ben benieuwd. Die straatjes hier zijn wel echt heel leuk. Ze noemen het ook Klein Venetië.
En ze hebben dus ook een haven en een strand. Maar de markt is nog niet open. Er stond 8 uur. Maar ze zijn nog een beetje aan het opbouwen. Dus we gaan eventjes wachten. En eerst even een koffietje drinken. Dat is hier bijna gevallen. Heel knus. Nou, hier zit ook het strand. Helemaal leuk. Gaan we daar eten, hè? Hè? Waar gaan we daar eten, hè? Ik denk daarachter. We hebben net op de markt gelopen. Hoe? Wat vond je ervan? Wel leuk toch? Gewoon prima. Oh, niet heel bijzonder. Gewoon, ze hebben heel veel dupes. Dus als je dat wil, go for it. Ik heb wel een nieuwe armband gekocht. Die onderste. Oh, de Cartier dupe. Toch? Is toch van Cartier? En we gaan nu lekker op het strand liggen. Gewoon het strand hier die erbij hoort. Ziet er wel echt lekker uit. En daarvoor hebben ze ook van die grote bedjes. Heerlijk. Nou, dit is het strand waar we de hele dag hebben gelegen. Ik vergeet het elke keer te filmen, een beetje stom. Maar we gaan nu weer terug naar de auto. Zo. We hebben wel even weer genoeg in de zon gelegen. Zo. Ik vond het wel echt een fijn strand. Ja? Ja, heel fijn. Gewoon lekker rustig, dicht bij de zee. Ja. Oh, bedjes waren 10 euro met 2 bedjes en een... kom niet op het woord. Een parasol. Dus heel goedkoop. Ik denk op nummer 1 staat voor mij nu Amphi. Of hoe heet dat? Amphi Del Mar. Ja. En op nummer 2 gedeelde plek deze samen met Amadoras. Nou, we zagen dus een winkelcentrum onderweg. Dus we zijn maar eventjes gestopt en we gaan maar even naar binnen. Dus ik heb even snel mijn kleding aangedaan. Wat ik vanochtend ook aan had. En dan gaan we even binnen kijken. Ben je de auto dicht gedaan? Ja. Nou, de nieuwe collectie is er. En in Spanje is natuurlijk de Zara veel goedkoper. Kijk hoe leuk die zijn. Heel leuk. In Spanje, in Spanje, in Spanje. Ik vind die ook leuker. Jij hebt koopdrang, hè? Ja. Ga je nou mijn gewoontes overnemen? Ja, dat komt door jou eigenlijk. Maar jij legt de lat heel hoog. Dat heb ik wel niet bedoeld. Hoezo? Je wil elke dag gewoon. Je hebt voor elke dag. Zo, ik heb zo'n tintelend. Stress is dat, zie je? Dat bedoel ik. Net, je zet de lat wel hoog. Elke dag een nieuwe uitging. Ik dacht, ik kom lekker chill op vakantie, maar je moet elke dag een fliek zijn. Ja, elke dag een fliek. Kijk, deze vind ik echt heel leuk. En dit jurkje vind ik op zich ook wel schattig. Ze hebben wel echt leuke dingetjes. Dit vind ik niet zo. Maar deze kleur vind ik ook echt heel mooi. Heel mooi topje. Nou, we hebben allebei wat gekocht. Bij de Zara. Er zijn hier niet super veel winkels. Maar wel eventjes leuk. Het zit echt 5 minuutjes. Wat zit er hier beneden dan? Parkeergarage. Zullen we gaan? Ik vind het wel weer genoeg. Ik zal snel even laten zien wat ik bij de Zara heb gekocht. Het is echt maar 1 minuutje. Ik vond namelijk dit spijkertopje. En ik vond deze wel heel erg leuk. Ja, het is echt heel simpel. Gewoon een spijkertopje. En ik ga nu lekker douchen. En me klaarmaken voor vanavond. Nou, wij hebben ons weer klaargemaakt voor de avond. Dit is het nieuwe topje van de Zara. Ik vind hem echt heel leuk. Hij is wel leuk, toch? Alleen de broek staat er niet zo goed bij. Die heb ik iets te heet gewassen. Dus ik heb een beetje, hoe noem je dat ook alweer? Als je broek te kort is. Hoogwater. Zo noem je dat toch? Zo kan je het ook noemen, ja. Oké, nou ja.
In ieder geval, is dat een bloesje? Oh nee. Die is van polootje. Helemaal leuk outfitje. En we lopen nu weer bij het water. We gaan dus nu even de andere kant bekijken. Want normaal gaan we altijd die kant op. En nu gaan we even die kant op. We hebben net ook wat fotootjes gemaakt. En ik probeer dus ook elke dag op TikTok te posten. Dus vergeet niet op TikTok te kijken. Nou, wij zijn weer beland in een restaurant. Scaloppe. We zijn bij Costa Italia. Costa. Jeetje. Ik ben moe, merk ik of zo. Costa Italy. Hoor je mijn uitspraak? Maar het zit dus aan het water. Het is wel echt een heel leuk tentje. We lopen er elke dag langs. Yes. En we lopen er dus elke dag langs. En we vinden het er dus altijd heel leuk uitzien. En er komt straks een DJ, toch? Stond er of niet? Dat wil iets wel. Kijk, staat hij nu aan. Hij is aan het voorbereiden. Hij is aan het voorbereiden. Ja. Thanks, lieverd. Cheers. Geen idee. Nog nooit van gehoord. Proost. Bernard. Altijd zo lekker de eerste slok van de cola. De bruschetta. Zo, het ziet er wel echt lekker uit, die bruschetta. Ja, lekker verse brood. Heel lekker. En de DJ is gearriveerd, 1 minuut nadat we dit hadden gefilmd. Macau heeft de kip, geroosterde kip met frietjes. Sí, solo para mí, ya tiene ya. En ik heb pimentos en garnalen. Eet smakelijk, lieverd. Oh, ja. Wat wil je? Servetje, maar ja. Hier, zo, neem maar, schat. Nee, laat hem maar dalen. Ik ben heel benieuwd. Dit is echt een hele lekkere moffie. Lekker, hè? Good morning. Het is vandaag zaterdag. Over precies een week gaan we naar huis. Dus we hebben nog... Of nee, over een week zijn we thuis, toch? Nou, we hebben in ieder geval nog... Over een week gaan we naar huis. We gaan toch op vrijdag naar huis? Gaan we zaterdag naar huis? Nou, ik weet het eigenlijk niet. Maar in ieder geval, leuk dat je kijkt naar een video. Een nieuwe video. Ik denk dat het een nieuwe video is. Ik ben zo benieuwd hoeveel ik heb gefilmd deze dagen. Maar leuk dat je kijkt. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal. Het is dus nu 9:15. En gisteravond hebben we wat cocktails gedronken. Dus we wilden ook een klein beetje uitslapen. Dit is voor ons uitslapen. We gaan om 10:00 sporten. Dus over 3 kwartier. Dus ik heb net even wat yoghurt gegeten. En daarna gaan we dus naar Amadores Beach Club. En op zaterdag blijkt dat daar heel erg leuk te zijn. Dus we hebben een bedje gehuurd. Zodat we daar lekker kunnen liggen. En dan komt er, als het goed is, ook iemand die... een DJ en dat soort dingen. En dan gaan we daar lekker de hele dag liggen. Dus dat is echt super leuk. We hebben deze week ook nog een boottochtje op de planning staan. En allemaal leuke dingen nog. Ik ga me zo meteen eventjes omkleden voor de sportschool. En dat is eigenlijk... En ik ga denk ik nog heel even mijn gezicht reinigen. Zo, en ik ga dit weer gebruiken voor mijn gezicht. Maar ik ga eerst mijn gezicht even een klein beetje nat maken. Het is gym time. Let's go, zin in. Woe. Doe dan. Doe maar wat je wil doen. Kijk, naam haar. Alles. Sporty. Let's go. Wij hebben vanochtend gesport.
warmte dacht dat ik dood ging, maar... Ja, ze hebben dus geen airco in de sportschool. Wie bedenkt dat? Ze hebben wel van de grote ventilatoren, maar ja. Ze werkt niet echt. En de deuren stonden al open, maar er kwam juist meer warme lucht in dan koude lucht, dacht ik. Maar ja, we hebben wel eventjes gesport en we gaan dus nu naar Amadoris Beach Club. En daar hadden we hele goede verhalen over gehoord. En op zaterdag blijkt dat dus heel erg leuk te zijn. Dus daar gaan we straks naartoe. Dus ik heb weer deze bikini aan, want die vind ik gewoon heel erg leuk. En dan wordt dit ook gewoon bruin. Dus 20 minuutjes rijden. En we hebben dus gereserveerd voor bedjes bij het zwembad. Dus we zijn heel erg benieuwd. We hebben dus afgelopen keren dat we hier waren, elke keer in het parkeergarage gestaan. Dat was 9 euro, ook niet heel duur. Maar als je dus een stukje doorrijdt, kan je gewoon gratis parkeren. En het is niet per se dat je verder hoeft te lopen. Dus ja, je kan gewoon gratis parkeren bij Amadoris Beach. En Beach Club. Die Beach Club zit er dus naast. Ben benieuwd. Nou, dit is ons bedje. Leuk toch? Ja. Ja, en als je dus die bedjes neemt, zijn ze goedkoper. Deze zijn dan wel de duurste, maar we dachten leuk, even een dagje. En je krijgt dus handdoek erbij. En er is dus ook een DJ en allemaal dat soort dingetjes. Maar wij gaan lekker hier zo liggen. Helemaal zin in. Dat noem ik nog eens service. Nou, we hebben elkaar even helemaal ingesmeerd met zonnebrand. Dan kunnen we burnen. Het is echt mega veel. Nou, daar ligt hij hoor, met zijn wijntje. Lekker in het water. Is lekker? Nou, wij zijn weer terug van de de Beach Club. Het was wel leuk, maar we hadden er allebei meer van verwacht. Dus het was gewoon een beetje... Ja, we hadden gewoon verwacht dat het meer een feest echt zou zijn. Dus ja, en jij hebt heel veel verschillende bedjes. Wij hadden dus nu de beste bedjes gekozen, want we dachten leuk een keer. Maar dan betaal je dus dan ook 70 euro voor. Misschien had ik dat al gezegd. Soms hou ik ook niet meer... Zo, ik ben bijna doodgereden. Ook afremmen. Dat stond op beeld. Toen dacht ik, stop maar. Ze wilden anders zitten straks in de vlog. Ze wilde echt doorrijden, hè? Nee. Oké, maar... Oké, maar in ieder geval, het was dus leuk. En het is nu echt al best wel laat. Het is nu 8:15. Dus we gaan nu even douchen en ons klaarmaken.